Oké, okay, mensen van kopje 1, daar komt hij aan. Van leven. De tarotkaartjes. En nog de andere kaartjes. Goed. Wat is er met jullie persoon aan de hand? Eerst even de tarotkaartjes. Even laten zien. Ja, deze persoon heeft deze liefde waarschijnlijk niet aanvaard. Deze van het universum. Die deed er niks mee toen het aangeboden werd. Maar daar heeft hij spijt van, deze persoon. Deze persoon heeft er spijt van. Hij zag de cups achter hem niet staan. Dus hij dacht, ja, dan ga ik alles misschien verliezen. Er wachten veel mooiere dingen, veel mooiere liefde op deze persoon. En ja, de wensen gaan dan uitkomen voor deze persoon. In de liefde. Dat is natuurlijk weer met de kijker. En ja, alles wordt weer in balans gebracht met Temperance. Het universum wil dit allemaal in balans brengen tussen jullie twee. Goed, dat waren de tarotkaartjes. We hebben hier drie orakelkaartjes. Ja, deze persoon... misschien moet je nog wat dingen afronden. Cycles. Misschien moet je bepaalde patronen nog afronden. En ja, hij is misschien dat hij, of zij, hè, hoe je kijkt, ja, misschien wel last hebt van bepaalde verslavingen, verleidingen. Dat kunnen mannen zijn of ja, vrouwen, hè. Voor, als je voor een man kijkt. Dat er wat verleidingen zijn. En dat moet hij weer doorstaan. Want hij moet natuurlijk niet in die oude patronen, oude cyclussen vallen. En ja, hij moet ook zijn masker af gaan doen tegenover jou. Dus ja, hij heeft wel spijt van de dingen, deze persoon. Dus, maar ja, hij wil die liefde dus eerst in nemen, aannemen. Maar jullie wensen gaan uitkomen. Want de dingen worden weer in balans gebracht. Dat is de boodschap. Van de kaarten. Wat hij leuk vindt aan jou. Ja, jouw doorzettingsvermogen. Daar heb je bewondering voor. Je echtheid. En je behulpzaamheid. Dat vindt hij leuk aan jou. Ja, hij moet dingen opruimen in zijn leven. Zodat nieuwe geboren kan worden. Ja, het verleden achter zich laten. Dit kan ook een oudere persoon zijn, stond er. Het verleden achter zich laten. Ja, afscheid nemen en voor een nieuw begin. Dingen achter zich laten, dingen opruimen, hè, met die bezem. Zodat hij weer overwinning kan vieren en de voldoening weer in zijn leven krijgt. Oké, dan gaan we naar de volgende. Ja, deze man heeft nog, of een vrouw, hè, ik noem maar hij, heeft nog een... een obstakel, een hek staat in de weg. Maar dingen komen weer tot bloei. Deze boom gaat weer appels maken. Dus komt, ja, dingen gaan weer tot bloei komen. Ja, hij moet deze relatie voorrang gaan geven, hè. Echt voorrang. Het kan zijn dat hij met de letter G begint, zijn naam. Of jouw naam, of achter, letter van de achternaam. Ja, deze weer spijt. Deze persoon heeft echt heel veel spijt van zijn acties. Even kijken. Ja, hij keert zich wel meer naar binnen. Dit is de hermit. Maar hij volgt door het licht. Ja, deze persoon moet nog gered worden. Het universum helpt daarmee. Maar hij draagt jouw hart in zijn handen. Deze persoon. Maar hij voelt die liefde ook voor je. Ja, dingen moeten tot bloei gaan komen. Wensen gaan uitkomen. Met de ster. Ja, deze persoon voelt heel veel passie. En ja, die droomt ook over jou. Die wil gewoon het leven. Gelukkig leven. Rustige water varen. Dat wil deze persoon. Rust.
En ja, de wereld, hè? Hij wil voltooiing van dingen. En de wereld ben jij, je bent zijn wereld. Ja, dingen komen tot voltooiing. En ja, nieuwe deuren mogen opengaan. Er komt echt een afscheid en er komt een nieuw begin. Zodat het nieuwe geboren kan worden, hè? Maar wel alle dingen opruimen met de bezem hier. Even wat snippers, wat boodschapjes. Ja, deze persoon wil op avontuur. Avontuur met jou. Hij zal dolblij zijn als dit allemaal achter de rug is. Ja, misschien hebt u een deskundige erbij gehad. En het kan ook zijn dat er een pittig gesprek is geweest. Of gaat gebeuren met iemand. Ja, hij vond bij jou altijd wel de gezelligheid. En hij wil ook die gezelligheid terug. Of hij verlangt naar een gezellige relatie. Maar hij heeft zoiets, ja, wat moet ik? Ja, hij moet opruimen. Dingen opruimen. Deuren achter zich slaan. Ja, deze persoon heeft nog even tijd nodig. Time. Nou, maar hij wil de top bereiken. De top bereiken. En hij vindt je ook top. Ja, misschien heeft deze persoon met meerdere mensen om zich heen te maken. Dat hij collega's, in ieder geval of een ja, vrienden, dat er meerdere mensen om hem heen is. Ja, het verdrietig afscheid. Ja, misschien heeft hij afscheid van je genomen of jij van hem. En het was geen leuk afscheid. Hij is daar verdrietig onder. Heb spijt. Ja, ik mis je. We horen toch bij elkaar, zegt hij. Ja, hij mis je. Nou, met dit verdrietkaart. Hij is, hij was hier echt verdrietig van de situatie. Maar hij ziet die ander nog niet staan. Goed, dat was de eerste groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.